Ik ga gewoon een masterbal gooien. Let's go, let's do this. Gewoon een masterbal. Hoppakee, er bovenop. 1 en 2 en 3. Ik weet niet wat hij kan, hè. Straks maakt hij in één keer mijn slowbro kapot. Dat moeten we niet hebben. Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Nuzlocke video. En vandaag zijn we in de Isle of Armor. We zijn hier eindelijk aangekomen, want we hebben de main game uitgespeeld. We hebben de Nuzlocke gefixt, jongens. En nu gaan we eens kijken of we de Nuzlocke door kunnen zetten hier naar de Isle of Armor, of hier ook alles gaat lukken. Ik ben hier al een keertje geweest, dus ik mag helaas geen nieuwe Pokémon vangen. Ik moet namelijk daar zo naar de dojo. Ik moet de mysteries van Kubfu natuurlijk op gaan lossen. En daar zijn we, jongens, daar zijn we. Clara's die zegt, ah, je nieuwe student is naar huis gegaan. Hij vond niet meer leuk na onze battle. Maar ik weet niet. Ik ben niet de nieuwe student, maar ik ben er wel. Je hebt de verkeerde persoon. Ik ben dat helemaal niet. Nou, ze geloven me niet en wij worden toch student hier in de dojo. Ze zegt, beter vertel je gewoon niet wat er is gebeurd, dat ik die battle heb verloren. Oké, en daar staat Kubfu, daarboven. Dan moeten we natuurlijk op een gegeven moment Kubfu gaan gebruiken in de battle toren. En Kubfu is een legendarische Pokémon, dus eigenlijk mogen wij Kubfu helemaal niet gebruiken in deze Nuzlocke challenge. Maar ja, om verder te komen, moet ik dat wel doen. Dus dat is de enige uitzondering, want anders kunnen we gewoon niet verder met de Nuzlocke. En als we dat dan gedaan hebben, dan doen we Kubfu natuurlijk gewoon weer weg. Hallo, vechtmensen van de dojo. Ik ben er. Vind het wel cool, die Poliwhirl daartussen staat, alsof die ook een student is. Nou, Hyde komt zich er ook nog even mee bemoeien. En dan krijgen we de Experience Charm van. Kijk, dat is wel superleuk. Nu krijgen we nog meer XP. We gaan gewoon al deze Pokémon in mijn team naar level 100 brengen, jongens. Dan zijn we helemaal onverslaanbaar gewoon. What up, Mustard? Ik vind Mustard wel een coole dude. Hij is wel vet. Nou, Hyde wil even zijn nieuwe apparaatje laten zien. Zijn Cramorant stofzuiger. Maar ik wil eigenlijk gewoon battelen. Let's go, Mustard. Let's do this battle. In je dojo. Het is wel een belediging. En dan komt er zo'n rookie. Komt gewoon hier zo binnenstappen. En die verslaat dan waarschijnlijk gewoon gelijk de grote meester. En dan sta je wel een beetje verschut. Mianfu. Tegen Rillaboom. Mian Xiao is trouwens wel echt een goede Pokémon. Nou, hij begint gelijk met Fake Out. En heeft hij me in ieder geval geraakt. Ben je nou blij? Hatsenflats. Oké, ik doe niet zoveel damage, want ik doe de verkeerde move. En hij doet U-turn. Ik moet hem niet onderschatten, jongens. Ik merk het al. Wie heb je nog meer? Een Shinxi. Weet je wat? We gaan gewoon boombursten. Nou, ik word even gebeten. Ik ben niet de gebeten hond, maar de gebeten aap. Doei, Shinxi. Later. Ja, nu lijkt het alsof deze gast er helemaal niks van kan, hè? Maar straks, jongen. Straks gaat hij helemaal los. Aan het einde van de Isle of Armor, jongen. Heeft hij me toch een teampie? Ga je nou weer fake-outen? Hij doet wel een beetje vervelend, jongens. We moeten even nu... We moeten hem even slopen. Zo, hoppakee. Wegwezen. Terwijl Slowbro naar level 72 alweer gaat. Onze Galarian Slowbro. En we hebben Mustard verslagen, hè? Nou, meneertje Mustard. Doen we even. En iedereen staat daar zo van... Hé, wat? Hoe? Dit kan helemaal niet. Nou, we krijgen een uniformpie. Nou, zullen we uit respect gewoon het uniformpie even aanhouden. En nu, de 3 trials in de Isle of Armor. Terwijl Clara ook een uniformpie kreeg, zijn het de slowpokes, de mega snelle pokes. Dus eigenlijk zijn dit gewoon fastpokes. Die hebben even het uniformpie van Clara gejat. Misschien had ik deze slowpokes moeten vangen, want deze zien er veel sneller uit. Alhoewel, ik ben wel heel tevreden over mijn Galarian Slowbro. Oftewel, we gaan op jacht naar slowpokies. Kijk, iedereen rent erachteraan, maar ik heb gewoon een fiets. Ik ga gewoon à la Queen. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Ik ga gewoon vals spelen. Oké, slowpokies. Where are you at? Ja, daar zie ik er sowieso al heen. Slowpokie, kom dan. Hier zo. Hoppa. Oh, ik had misschien wel even van tevoren moeten healen. Het is niet echt heel handig dat ik niet heb geheeld. Zitten we lekker op te letten, jongens. Ik dacht, ja, met knock-off kunnen we die slowpokes toch makkelijk in één keer pakken. Dus dit moet wel goed komen. Nou, dat is nummer 1. Oké, waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Ga je hier naartoe? Yo, yo, kom hier. Pim, knock off. Slaap lekker, slowpoke. Oké, nog 1 te gaan. Die zal dan wel daar ergens achter zitten. Ja, kijk, 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 daar zien we hem al. Daar zien we hem al. Oh, 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 lekker. Hij ontwijkt me gewoon. Wacht, dan pak ik wel even op mijn gemak hier die pokebal. Oh. Ja, of niet. Slowpoke wil graag kapot, jongens. Oh ja, trouwens, als jullie het leuk vinden dat ik dit doe, hè, dat ik naar de Isle of Armor ga en naar de Crown Tundra, doe sowieso even een duimpje omhoog hè, en vergeet niet te abonneren. Want als je abonneert, heb je iedere dag Nintendo video's. Bam, op je bakkes. En zet gelijk even dat belletje aan, dan mis je sowieso niks. Nou jongens, we kunnen terug naar de dojo. Ik ben vandaag die gast die voor het eerst op een feestje komt en dan gewoon
alle grappen maakt van de hele avond. En de beste is uit de klas. En oftewel, eigenlijk gewoon die gast waaraan iedereen zich op een gegeven moment gewoon irriteert. Dat is niet leuk. Als je ergens net nieuw binnenkomt en gelijk alle aandacht opeist, doordat jij gelijk de allerbeste bent. Maar ja, dat is wel wat we moeten doen. Want we moeten namelijk de kleren van Clara terugbrengen. Krijg de kleren, Clara. Alsjeblieft. Clara's kleren. Nou, Mosterd die is er ook blij mee. En hier zijn Squirtle en Bulbasaur. Het blijft zo schattig als ze zo gewoon aankomen lopen. Ze zien er zo cool uit. Ik hou van die gasten. Dit zijn de OG Pokémons, jongens. Dit zijn die echte gangsters. Ik ga nu voor Bulbasaur. Maar ik mag Bulbasaur helaas niet gaan gebruiken, want het is een gift Pokémon. En sommigen zullen zeggen, ja, maar Slowpoke was ook een gift Pokémon. Maar dat is niet echt helemaal waar. Want tegen Slowpoke moest je nog battelen. En dat is een verschil. We hoeven niet te battelen tegen deze Pokémon. En datzelfde geldt natuurlijk voor de Charmander van Leon, die we ook niet hebben opgepakt. Nou, we moeten nu de Max Soep gaan maken. Maar daarvoor hebben we Max Mushrooms nodig. We moeten de drie vinden en ze zien er rood uit blijkbaar. Squirtletje blijft achter. Oh, we worden nog eventjes tot de orde geroepen, denk ik, of zo? Oh, hij laat ons even de hotspot zien voor de mushrooms. Voor de champignons. Nou, we moeten beginnen te zoeken hier in het bos. Of moeten we nou door het bos en daar richting de grot daar? Ik weet dat het daar sowieso één zat. Maar klopt het nou dat we er drie moeten hebben? Ik weet het niet meer. Of we er nou 1, 2 of 3 moeten hebben. Nou, zo te zien heb je hier in het bos in ieder geval niet heel veel van die Max Mushrooms. Maar hier in deze grot, daar had je wel mushroompies. Kijk, lekkere mushroompies. En daar komt Clara aan, hoor. Die zegt, wat is dit? Er zijn 3 Max Mushrooms hier op 1 plek. Ik zag ze eerst, ik zweer het. Nee. Je mag ze niet hebben. En dat levert een battle op met Clara. Clara, ik heb je kleren al gevonden en nu krijg je klappen. Klappen voor de kleren van Clara. Heb je ook een Slowpoke? Gezellig. Hier, knock-off op je Slowpoke. Hij overleeft het wel. En Clara zegt, wat ben je? Een super effective machine? Oh, kijk, hij doet wel acid. Ja, Clara die begint het wel te snappen. Met je poison type Pokémonies. Het is afgelopen nu. Je Slowpoke is weg, Clara. Je Slowpoke was te slow. Terwijl Rillaboompie naar level 74 gaat. En Diggersby net naar 72 is gegaan. We zijn hier toch te sterk voor. Ik heb echt het gevoel dat dit net even een klein beetje te makkelijk gaat. Nadat je Pokémon kampioen bent geworden eigenlijk. Omdat we nu gewoon 10 leveltjes hoger zijn dan deze Pokémon. Ja, maar straks gaat het misschien wel moeilijker worden aan het einde van de Isle of Armor. Dan nu, Koffing. Kijk, Clara, ik heb een Slowbro. Ik zou maar even takkies gaan zoeken hier in de Isle of Armor en jouw Slowpoke ook even evolueren. What up, Beam? Ja, als die Koffing explosion doet of zo, zichzelf nakt, dan maakt hij straks ook mijn Pokémon kapot. Gastrodon gaat in ieder geval naar 54. En dat was het voor Clara. Dat waren mijn champignonnen, Clara. Hoppakee. Hey, we worden gebeld door Honny. En Honny zegt, je moet gaan koken, man. Kom snel terug. Zo. En toen waren we terug bij de dojo. Zouden al deze studenten aan het klagen zijn dat ik te goed ben? Oh nee, iedereen heeft gefaald. Ik vind het ook gewoon vervelend dat het mij wel lukt. En Honny die zegt, ik heb ook Max Mushrooms. En Mosterd zegt, jij bent de tweede die dit heeft gehaald. En Clara vraagt dus of we haar Max Mushrooms kunnen gaan gebruiken. Ah, helemaal goed, joh. Gebruik lekker de champignonnetjes van Clara, joh. Hoppakee. Lekker soepie, hoor. Ik vind die borden wel echt schoon. Als je net klaar bent met eten, dan is je bord echt niet zo schoon. Ze hoeven hier geen eens af te wassen, man. Ideaal. En we gaan even een van onze Pokémon de Max Soep geven, zodat ze kunnen gaan Dynamaxen. En dat kan alleen bij Rillaboompie. Dus we krijgen een G-Max Rillaboompie. Ah, oh, sick. En Mosterd die vragen of we even langs wilden komen in zijn kamertje. Omdat wij de laatste, de derde trial mogen doen. En we moeten gaan battelen. Een Dynamax Pokémon battle. Tegen Clara. Let's do this, Clara. Let's freaking go. De hele tijd heb je stoer gedaan tegen mij. En nu is het tijd voor die act-to-act battle. Je bent hier. Ik ga jou verslaan en dan krijg ik de geheime armor. En eens word ik de poison type gym leader. Ik ga sowieso winnen. Sowieso niet, Clara. Je kan niet eens je eigen kleren vinden. Wish. Daar komt ze hoor, Clara. Met haar Scorpie. Nou, ik heb nu natuurlijk niet Rillaboom als eerste in mijn team gezet, maar Slowbro. Want Rillaboompie is natuurlijk zwak tegen poison types. En aan de andere kant hebben we Psychic, wat super effective is. Oeh, Scorpie kent wel Bite.
Die is ook super effective. Oké. Je begint goed. Het is goed dat je hier in ieder geval een battle van gaat maken, Clara. Nice. Ah ja. Mijn psychic. Mijn slowbro is sweet, but psycho, jongens. Echt een slechte grap, sorry. Ja, ik moet ook altijd mijn nieuwe grappen verzinnen. Dat lukt ook niet altijd. Dan nu. Weezing. Dat is denk ik de Galarian vorm. Yes. Nou, daar hebben wij heel veel tegen getraind. Alleen waren die nog maar level 48. Dus ik ben benieuwd of deze beter is. Deze gaat ook gewoon in één keer kapot. Lekker. Lekker. Dat is nummer 2. En Clara heeft nog maar 2 Pokémon. En zo, terwijl Glalie naar level 68 gaat. En die wil Blizzard leren. Die is wel sterk. Maar ik hou het denk ik toch liever bij de moves die ik al ken. Want Freeze Dry is wel nice. Die is namelijk ook super effective tegen watertypes. Dan nu. Whirlybeard. Ik had wel een klein beetje verwacht dat je deze ook al had geëvolueerd nu, Clara. Dat zou het misschien toch nog iets moeilijker maken. Maar Slowbro is trouwens gewoon sneller dan de meeste van haar Pokémon. Hoe kan dat? Ik heb gewoon een fast bro. Het komt niet eens door zijn ability. En dan nu een Slowbro. En dan ga ik even wisselen naar de baas, naar Diggersby. Het is jammer dat ik hier mijn G-Max Rillaboom nog niet kan gebruiken. En ik ben heel benieuwd of Diggersby dit weer met 4 HP gaat overleven. Wij gaan in ieder geval voor Max Quake. Diggersby! Hij deed trouwens echt zo'n superhelden move. Hij deed zo met zijn oor zo. Raw. Max Quake! Boom! Niet in één keer. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Want Slowbro heeft best wel een aardige verdediging. Nee! Nee! Please! Please! Oh, Max Geyser doet die. Gelukkig is het geen watertype waardoor het iets minder damage doet dan je misschien zou verwachten. Maar hij heeft opeens gewoon een wateraanval. Dat is toch altijd even schrikken, hè? Zulke soort dingen. Ik hou er niet van. Dus dan moeten we niet zo laten schrikken. Oké. We hebben het weer gehaald. Ook Clara zetten we hem opzij met haar poison. Dat is een rot woord. Poison types. En zo hebben we ook de laatste trial, de laatste proef weten te halen door deze chick even te verslaan. Ik vond die Max Geyser move toch opeens nog spannend, hè? Yay, Nuzzy, hey, iedereen juicht voor mij. Dankjewel. Oh man, ik heb helemaal verloren. En ze zegt, nu kan je de meester vertellen dat ik heb gecheat. Maar dat ga ik niet doen. Ik ben geen klikspaan, boterspaan. Daar hou ik niet van. En Clara raakt helemaal geëmotioneerd. Oh. Oké. Nou, bedankt voor deze trials. Mosterd die zegt aan jou, degene die alle trials heeft gehaald, heb ik de geheime armor. Ik moet het wel een klein beetje voorbereiden, dus hij gaat alvast vooruit. Helemaal goed, ik zie je zo. Ik kom het zo halen. En Clara zegt, je bent echt sterk. Met een beetje stottering. Nou, dankjewel Clara. Vind ik aardig dat je dat zegt. En nu zegt Mosterd, je hebt alle drie de dingen gehaald. Alle drie de trials. Nu. Kom naar buiten. Het is Kapfu. Yay. En dan begint hij toch een beetje te twijfelen. En is hij toch een klein beetje bang. Dit is de armor van deze dojo. Ja. Dit voelt dus een beetje gek. Want deze Pokémon die mogen we dus eigenlijk niet gebruiken. Hè? Kapfu'tje. Maar je bent wel gewoon een baas. Dat wel. Welk level is die eigenlijk? Level 10. Ja, nee, die moeten we echt keihard gaan trainen. Weet je wat? Ik denk eigenlijk dat het beter is als we naar de Crown Tundra gaan. Of is het nou gewoon klaar? Ik bedoel, we kunnen al die legendary Pokémon in de Crown Tundra ook nog vangen, maar die mogen we toch niet gebruiken. Kunnen we concluderen dat de Nuzlocke Challenge gewoon geslaagd is? Laat het hieronder weten in de comments. En doe sowieso een duimpje omhoog. En vergeet dus niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En check mijn TikTok, @RickTalkTune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!